Spelen in de sneeuw is leuk, maar gisteravond ging het mis aan het Kalmoesplein in Eindhoven. De 12-jarige Giliano kreeg de schrik van zijn leven toen hij met wat vriendjes sneeuwballen tegen een raam gegooid had. Ik heb blauwe plekken op mijn benen en voetafdrukken. Want wij gooiden sneeuwballen tegen de raam aan. We waren sneeuwballen aan het gooien en ze zijn met een paar jongens weggerend. En die meneer is achter hun aangelopen, gerend. Ja, en hij is het Giliano gepakt. Toen duwde hij mij op de grond. En toen heeft hij mij 20 tot 30 keer geschopt. En Giliano heeft zo hard geschreeuwd in de hoop dat er hulp zou komen. Toen is er een andere meneer gekomen en die heeft de meneer van Giliano afgetrokken. Ja, hij probeerde op mijn hoofd en op mijn buik. Maar ik heb alles afgeveerd met mijn benen en met mijn armen. Waarschuw de kinderen gewoon van tevoren en ga niet... Ik heb mijn kinderen nooit geslagen, dus dan zou iemand anders dat wel moeten doen. Doet u veel, hè? Ja. En wat maakt u nou het meest emotioneel? Omdat mijn zoontje heeft al zoveel meegemaakt. En nou dit weer. De 23-jarige bewoner heeft bekend dat hij de jongen heeft mishandeld. Hij krijgt een taakstraf. Wat is de les die je geleerd hebt? Geen sneeuwballen meer tegen het raam aangooien.